En om overal zichtbaar te zijn, wil minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken dat elk district tenminste één dependance krijgt. De bewindsman heeft in dat kader gisteren de dependance van Openbare Werken in Para in gebruik genomen. De minister zegt prioriteit te hebben gegeven aan Para, omdat de vraag naar een dependance van OW in het district groot is. Openbare Werken Para zal volgens hem bij een nulpunt beginnen. Noor Mohammed geeft aan dat er nog veel moet gebeuren, zoals het trainen van medewerkers en het vervoeren van materiaal naar Para. Dus we hebben een traject van trainingen dat nog uitgevoerd moet worden. Para heeft veel infrastructuur en Para is belangrijk. Een deel is al genoemd, maar vergeet niet, er zijn woningbouwprojecten die hier in Para gedaan moeten worden. De JAP Airport zit in Para. We hebben ook zelf initiatieven voor grote projecten die deze regering wil doen. Dus de toekomst zit erin dat infrastructuur uitgebreid moet worden. Ik net vroeg je om die straat te bekijken. Ja, we willen ook deskundigheid hier hebben, dat niet alles naar Paramaribo hoeft te gaan. Toch? Maar je gaat wel een vergunning of aanvraag hier moeten indienen. Toch? Dan wordt het bekeken. Ook als machinepark. Toch, we hebben 1 of 2 machines. Maar eigenlijk willen we gaan naar een systeem dat elk district zijn machinepark heeft. Zoals vroeger. Het was vroeger zo. DNA-lid Patrick Kensenhuis van de NDP, die ook een bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van dit project, zegt dat het ministerie hiermee invulling geeft aan het decentralisatiebeleid. Het is de bedoeling dat alle diensten van de overheid dicht bij de verschillende gemeenschappen worden gebracht. En we denken dat je naar Pisoroko, Dizi, dan we zorgen dat we verbeteren, we tellen verbeteren in Para. Dat je vaak genoeg weet, je ontwikkeling komt. En als je op alle ministeries in het district, dan makkelijk op is roken voor ontwikkeling in het district die ze kan vinden prezen. En we hebben het gezien, het is net gezegd, dat gebouw is hier aan de voorkant, dus openbare werken is de trekker. Openbare werken is ook als eerste minister voor uw uitdaging om ervoor zorg te dragen dat na de aanwezigheid voor openbare werken, ja, dat alle de ministeries ook toe en dat we samen voor die werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden hier in Para, dat die worden uitgevoerd. DNA-lid Patrick Kensenhuis van de NDP. Minister Noor Mohammed zegt dat er ook afspraken zijn gemaakt met de districtscommissaris om in het kader van efficiëntie bepaalde diensten samen te gebruiken.